Het gaat niet zomaar dat onze eigen mensen vandaag hier zitten. Dit geeft aan een stukje vertrouwen welke u heeft besteld in ons allemaal in de regering. Omdat u sabi, u breekt die dingen zo toch? Er was iets beloofd de vorige keer dat we hier waren. En u heeft gezien dat er daar aan gewerkt is. U heeft de gelden gekregen met TWK. En daarvoor wil ik zeker aan iedereen bedanken, zoals de regering, de DNA-leden, de minister. Ik wil zeker een applaus daarvoor hebben. We ondervinden een voor problemen. Lekker wat in deze maandakje. Ups en downs. Maar dat is nog taboe. Naar Fitti, Fuletti. We krijgen ons regen te Naputaku om. Baga Futu. Zodat daar ook Benga Godoro. Apasi Belanga, Den Boktu Ben Krom. Maar we horen, Pacinci. Telek we alla Benga Puro, een mooi Pacinci. Na TVK. Voor alle de Munipsa. Grand Rangi, president, Satrika Persat Satoki, voor Ajarandi, dat die Akramisi kom terug. In overleg met het bestuur van SML, in overleg met de overige ministers in het kabinet, in overleg met de president hemzelf, zijn we naar meer geld gaan zoeken, welke we ook gevonden hebben. Voor dit jaar, vanaf 1 januari 2024, is de optopping verhoogd van 1000 SND naar 1500 SND. En zo gaan we door. Omdat de president zegt van, door de pinari van de afgelopen tijden nog steeds vloeien, heeft u een hele zware sociale prijs betaald. De totale gemeenschap van Suriname heeft een zware sociale prijs betaald. En die moeten we nu gaan inlopen. Dus elke keer als een beetje ruimte ontstaat, dat verdrinken we jullie, mensen als jullie. Daarom zei ik aan het begin, leave nobody behind. We zijn allemaal Surinamers, burgers van het land. We zijn allemaal gelijk onder elkaar. We moeten op elkaar letten. Vandaag ben ik in die positie samen met mijn team om eraan te werken. Morgen zal er iemand anders daar zijn. Maar uw kracht ook, onderschat het niet. De beeldering van u. De grippen die verlost van de contributie. De beugeling van u heeft gemaakt dat er geluisterd wordt. De beugeling van de boeren en de gene heeft ervoor gezorgd dat de regering met bijna 4 miljoen dollar is ingekomen. De beugeling van u allen in de productiesector heeft ervoor zorg gedragen dat er niet zo'n fondsen allemaal zijn opgericht, maar de boeren, de producenten, voor goedkoop kapitaal kunnen lenen om de economie verder op te bouwen. Zo zijn we bezig, stap voor stap, die progressie te maken. En we komen eruit. Het gaat niet lang meer duren. We komen eruit. Mensen houden moed erin. Moeten blijven bidden. Moeten blijven werken. En God zal ons bijstaan in het al het goede waarmee we bezig zijn, maar waar we uiteindelijk en ieder er beter van gaat worden. Dank u wel.